Ja, dames, jullie hebben de afgelopen teamtoernooi gespeeld. Jullie hebben helaas niet de promotie kunnen halen. Is daarvoor het teamtoernooi voor jullie niet geslaagd? Of hebben jullie toch wel een beetje het idee gehad van ja, toch wel een goed toernooi gespeeld? Ja, het is wel echt heel jammer dat we de promotie niet gehaald hebben, want dat was wel duidelijk onze doelstelling. Maar we zijn alsnog ver gekomen en hebben wel als een team goed gespeeld. Maar ik denk dat ons teamtoernooi qua resultaat niet geslaagd is. Ja. Dat we ons doel niet hebben bereikt, maar dat we er wel alles aan gedaan hebben. Ja. Ja, en als jullie werden tweede in de pool, dus dan weet je eigenlijk wel van ja, dan wordt het wel lastig om die promotie te halen. En dan sta je in de halve finale van de play-offs. Eigenlijk een hele goede wedstrijd gespeeld, toch? Ja, eigenlijk alle drie wel een goede wedstrijd gespeeld. En helaas met vlagen soms ook wat minder. Maar we probeerden elkaar er toch wel doorheen te krijgen. Dat schreeuwen aan te moedigen. Ja, schreeuwen. Ja. Maar het heeft helaas niet geholpen. Ja. Nee, Vera, jij begon tegen die Tintin Hoa, de nummer 7 van Europa. Dat is volgens mij een hele lastige wedstrijd voor je. Dat zijn natuurlijk ook korte noppen heeft. En als verdediger lijkt me dat best lastig. Ja, het is een hele goede speelster. Ik kan ook best wel slim spelen. En op een gegeven moment schoof ze van dat ik met in ook wel wat ik nog wel enigszins tegenstand had geboden. Ja, het was niet genoeg. En Juke, jij speelde eigenlijk na het wedstrijd tegen Kate Cheer. Dat is natuurlijk, dat was wel een van de sleutelwedstrijden van die wedstrijd. Dat realiseerde je ook wel, hè? Het was wel een hele spannende wedstrijd. Ja, klopt. Van tevoren wisten we wel dat Ho Tintin een hele goede speelster was. Ja. En dat die normaal gesproken wel twee wedstrijden zou kunnen pakken. Ja. Dus we wisten wel dat de derde wedstrijd best wel een belangrijke wedstrijd zou worden. Dus dat voelde ik van tevoren ook wel. Ja. En het begin was niet zo goed, maar daarna probeerde ik toch wel er weer bovenop te komen. En uiteindelijk toch net niet gelukt. Dus dat ja. Ja, en Angelique, jij speelt daarna dan tegen die Tintin Ho, hè, en dan denk je vooraf van ja, dat zal een hele lastige wedstrijd worden. Je begon hartstikke goed, had opeens 4 matchpoints en ja, wat gebeurde er precies? Het is niet dat ik stopte met spelen, maar in plaats van op 100% door te gaan, zakte het een beetje af naar 70 en dan weer net iets tegen en dan een beetje balen en dan uiteindelijk dan ja, wel goede ballen gespeeld, alleen dan helaas net mis. Ja, ja. Maar het was wel echt, denk ik wel, mijn beste wedstrijd van toen. Ja. En alleen, ja, jij speelde eigenlijk het hele toernooi niet tot op de laatste wedstrijd. Dat was natuurlijk wel netjes wennen voor jou, hè? Met je allereerste EEK-deelname. En dan debuteren, terwijl je oma ook net was aangekomen. Ja, hoe voelde dat? Nou ja, ik wist van tevoren al dat zolang we in de race waren, was ik gewoon, zat ik naast de kant en dan ging ik gewoon alles aan doen om mijn teamgenoten er doorheen te schreeuwen. Ja. Dus eigenlijk het feit dat ik mijn debuut mocht maken was eigenlijk in eerste instantie natuurlijk een beetje een tegenvaller, want dat betekent dat we eruit liggen voor promotie. Ja. Maar goed, vanmorgen natuurlijk voor het single wel fijn dat ik gewoon heb gespeeld en ik merkte wel, ik was wel ook redelijk gespannen, dus dat is er dan nu ook hopelijk een beetje af. En, ja. Maar goed, er stond in principe niks meer op het spel, nee, en we hadden niks meer te verliezen. Voor plaats 19, 20 gingen we dus. Ja. Nou ja. En voor jullie begint allemaal het single toernooi morgen of ook de mixed dubbel? Allebei. Single okay, en mixed dubbel. Wat zijn je verwachtingen daarbij, Juke? Wat zijn je verwachtingen daarbij? Bij de single moet ik beginnen in de kwalificatieronde. Dus ik hoop dat ik die wedstrijd kan winnen. En dan daarna speel je een soort van wedstrijd. En als je die dan wint, kom je meteen in het hoofdtoernooi. En als je verliest, kom je in het troosttoernooi. Mm-hmm. Dus dat, ik ga natuurlijk wel proberen om in het hoofdtoernooi te komen. Dat zou wel heel mooi zijn. Mm-hmm. Maar eerst gewoon proberen die eerste kwalificatiewedstrijd goed af te sluiten. Ja. Bij jou alleen, je hebt natuurlijk 1 wedstrijd net achter de rug gehad, of 2 wedstrijden eigenlijk. Hè? Dat is op zich wel een goede voorbereiding op het enkele toernooi. Maar wat zijn jouw verwachtingen precies? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik wil het liefst hetzelfde zeggen als Juke natuurlijk, dat ik gewoon mijn best ga doen om die kwalificatieronde te winnen. Mm-hmm. En, maar goed, ik weet niet zo goed wat er verwacht te staan. Ik heb ook nog eerlijk gezegd niet gekeken wie mijn tegenstander is. Dus ja. Maar ik ga gewoon mijn best doen om die kwalificatieronde te winnen. Oké. Okay. Ja, Vera, voor jou dezelfde vraag eigenlijk. Hè? Wat zijn jouw verwachtingen bij het enkele toernooi? Want je hebt natuurlijk net een toernooi achter de rug gehad. En heb je het idee dat je een goede vorm hebt inmiddels? Ja, het gaat op zich wel goed. Maar Angelique en ik hebben morgen niet de kwalificatieronde, dus morgen alleen mix dubbel. Oké. Okay. Dat staat morgen op de planning. En die dag daarna is de eerste ronde.
En ja, ik bedoel, dus zeker het hoogtemoot halen. Maar ik wou tijdens het teamtoernooi nog niet weten wie mijn tegenstander was bij het Engel. Ik ben helemaal op teamtoernooi te focussen, dus weet ik nog steeds niet. Dus daar gaan we eerst maar naar kijken straks. Okay. En dan zie ik, je had het over de laatste 16 zelfs, het allerlaatste interview die wij hebben gedaan. Ja. Denk je dat dat realistisch is? Nou ja, ik moet zeggen dat het naarmate de dagen vorderen, dat ik wel telkens beter erin kom en beter speel. Ja. Dus, en dan ook nog bijna gehoopt in te winnen. En dan denk ik nu wel dat mijn loon dan nog best wel meegaat. Ja. Het geeft heel veel zelfvertrouwen, denk ik. Het geeft heel veel zelfvertrouwen, ook weer in mijn laatste wedstrijd heerlijk gespeeld. Dus, ja. Oh, super. Ik heb er vertrouwen in. Oké, okay, nou dames, ik wens jullie ontzettend veel succes en hopelijk zie ik dezelfde glimlach na het toernooi weer. Yes? Ja. Dankjewel. Ja.